De regels voor mensen in de bijstand worden vanaf 2024 versoepeld. Nu nog moeten de bijstandsgerechtigden alle extra inkomsten aangeven en wordt dat gekort op hun uitkering. Zo moest een vrouw uit Weide Meren 7000 euro aan bijstand terugbetalen. Toen ze een tas met boodschappen aannam van haar ouders. We hebben nu contact met Gide Ritserveld van Schuldhulpmaatje in Zutphen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, die regels worden dus versoepeld. Waarom eigenlijk? Nou, ik denk, zoals uh, al zelf aangegeven is, ook door de minister, de menselijke maat moet terug. De menselijke maat? Daar komt het, dat de menselijke maat, dus het gaat om bijstand, is uh, van belang om niet per definitie uh, vanuit controle en wantrouwen te reageren, maar vanuit vertrouwen en uit, uh, nou ja, laat ik zeggen, kijken wat je, hoe je mensen weer verder kunt helpen. Liefst uit de bijstand. Ja, want wat mag er in 2024 straks wel, wat nu nog niet mag? Bijvoorbeeld, je had het net al over die tas met boodschappen, nou in ieder geval mag je nu 1200 euro per jaar zonder meer erbij krijgen, zonder dat dat gekort wordt. Uh, je mag uh, sneller en eerder aan het werk. Hoe dat precies zit, dat ja, daar moet maar even naar gekeken worden. Voor mantelzorgers is er meer ruimte. Dus kortom, er wordt meer gekeken naar de mens die, uh, die uh, behoefte heeft aan steun en ondersteuning ja. en hoe we dat beter kunnen doen. Ja, u zegt 1200 euro. Zet dat zo dan de dijk in uw optiek? <laughs> ja, dat hangt een beetje van de situatie af natuurlijk. En laat ik heel eerlijk zijn. Nou, dan laat ik zo zeggen. Ja, in die zin dat uh, als iemand een ondersteuning krijgt, dat hij daar niet meteen op wordt afgerekend. Mm -hmm. Dat is één. Uh, die tas, zullen we maar zeggen. Uh, en een en, en tweede is, uh, ja, uiteindelijk wil iemand uit die bijstand ja. werken en inkomen. Dat is eigenlijk wat mijn ervaring ook is met bijna iedereen die ik ontmoet: die wil daaruit. Die wil weer gezien worden, die wil weer mens zijn, die wil meedoen. Ja, want de regels zijn nu uh, vrij hard, om het zo te zeggen. Worden mensen daar slachtoffer ja. van? Dat helpt niet voor mensen om uh, weer vooruit te komen, om aan zichzelf te werken. En het wantrouwen in de overheid vindt daar een groot deel van, hun, van, hun, van haar fundament. Hmm. Uh, dus ja, dat heeft. Ja, ja er is natuurlijk ja. ook nog een, een, een bijeffect. Uh, ja, in de bijstand zitten mensen, willen dat misschien niet weten en daarvoor uitkomen. En dat verbloemd uh, houden. Merkt u dat ook? Ja, nou ja, dus. Ja, dat merk ik wel. Ook daar zit schaamte. Hè? Net ja. zo goed als het schaamte gaat om mensen die met financiële problemen kampen. Ja, dat ze daar eigenlijk te lang mee wachten, maar wel begrijpelijk vanuit schaamte. Hetzelfde ja, is voor iemand die in de bijstand terechtkomt. Die denkt van ja, dat was toch eigenlijk niet van mij bedoeld. Ik hoor je niet. Ja. Ja. Dat, eh, dat merk je ook. Ja. Vanaf 2024 wordt het dus uh, versoepeld. Toen ik dat hoorde, dacht ik van kan het niet morgen? Ja, vind ik helemaal met u eens vandaag nog zelfs. <laughs> nog beter, ja. ja. Waarom kan dat ja. niet? Ja, ik denk uh, wet en regelgeving, helaas. Hè. Dat moet dan allemaal weer afgestemd worden en dat moet dan bekeken worden. Ik denk ook weer een stukje juridisch. Hoe borg je dat juridisch? Denk ik, daar zal het mee te maken hebben. Ja. Verwacht u dat u minder uh, mensen in de schuldhulpmaatje uh, omgeving krijgt? Hierdoor? Nee, helaas niet. Ik denk dat dit, daar, om uw woorden maar te citeren, daar zet dit nog niet voldoende zoden voor aan de dijk. Nee, er moet meer gebeuren. Ja, er moet veel meer gebeuren. Ja. Ik denk, misschien als ik even mag, er is onlangs in de Tweede Kamer het idee geopperd door D66 om veel sneller en veel eerder en binnen maximaal drie jaar mensen van problematische schulden af te helpen. Dat zet zoden aan de dijk. Oké, okay, nou, er is iets voor de toekomst nog om het nog meer te verbeteren. Dank Ritsenveld.